Gefeliciteerd met de overwinning. Ja, dank u wel. Ja, want het weer wel vrij belangrijk van jullie, hè? Ja, zeker. Het zit al super tegen de inwoner en nou ja, deze ploeg zit aan één punt onder dus. En nou ja, je weet er van tevoren een beetje de kwaliteiten van hun. En ze zijn heel vergelijkbaar met ons, denk ik. Ja, we kunnen wel beide wat strijd op een mat gooien en daarna is het nog een beetje voetballen. Dus, maar ik vind ja, je wordt een ruime voldoende voor de ploeg. Dus, dat dacht ik ook. Ja. Want ik vond in de eerste helft houden ze de verdediging knap dicht. Ja, ik vond de eerste helft beter voetballen. Voor de helft dat werkt natuurlijk omdat hun meer risico namen gingen, een beetje in hun spul meemien, dat we prullen de lange bal spelen moesten. Nou, daar wordt het spul net beter van, maar ik vind hoe de hele wedstrijd zeugen ze gaan, stikken streef jou of 5 corners, maar voor de rest eigenlijk weinig kansen. Terwijl die mee in het tweede helft verschillende kansen kregen. Ja, nou, het 3-0 is meer genomen, maar we gingen hier ook wel 6 of zo een meisje kennen. Absoluut. Just, ja, dat is zeker. De eerste helft eigenlijk al, maar de tweede helft hebben we nog een paar hele dikke kansen gewonnen. Dus,